De tweede wedstrijd was het treffen tussen Brokkie en Santos. Doelpuntrijke wedstrijd, Santos in het rood, Brokkie in blauw-wit. En Brokkie speelt van rechts naar links op uw beeldscherm. Hier Brokkie via de rechterflank. De bal wordt gebracht naar het centrum. En een schot hier zo van Enrico Artist. En Rollings tikt de bal over zijn doel. Guillermo Rollings stond onder lat bij de ploeg van Santos. Het is een heel mooi doelpunt van Shelton Akoy na een assist van Virgil Najou. Prachtige goal van Shelton Akoy. 1-0 voor Brokkie dus. Ja, Rollings was een beetje te ver voor zijn doel. Akoy zag dat. En lepelde de bal over de Santos doelman. 1-0 Brokkie. Dat was de ruststand. Dit is de tweede helft. Overtreding binnen de beruchte 16 lijnen. Wat inhoudt een penalty voor Brokkie. De arbiter wijst onverbiddelijk naar de witte stip. En de penalty werd genomen door Virgil Najou. Scoort 2-0. Plaats de bal met links. Achter doelman Guillermo Rollings. En het zou 3-0 worden. Dit is Sifilion Soukou die scoort. Na goed voorbereidend werk van Virgil Najou. Scoort Sifilion Soukou 3-0. En het lijkt een heel makkelijke overwinning te gaan worden voor de ploeg van Brokkie. Maar let u op wat er gaat gebeuren. Hier gaat Santos Weghoeven links. Paas in het centrum. Amiel Rijngoud speelt de bal in de doelmond. En David Comis scoort de eigen doel. Wat betekent dat de stand gereduceerd is naar 3-1. Tussen de benen wordt de bal hier gespeeld richting Amiel Rijngoud die breed speelt. Een van de Santos spelers kwam daar inlopen, maar Comis schiet in eigen doel. Wat betekent 3-1? Santos ruikt bloed en let u op deze actie van de speler Franklin Singo Di Cromo. Moeilijke positie, heel moeilijke hoek. Scoort hij. Het wordt 3-2. Doelman Reinel Godfried gepasseerd. Let u op. Scoort in de kleine hoek. Het is dan 3-2. En dit is een vrije trap van Amiel Rijngoud. En de bal blijft hangen in het gebied. Penalty voor de ploeg van Santos. En de penalty wordt genomen door Sifion McIntosh. En hij bepaalt de eindstand op 3 voor Santos en 3 voor de ploeg van Brokkie. Eindstand in de wedstrijd. Brokkie Santos 3-3.